Yo, guys van Kastekers, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag is het buiten iets minder lekker weer. En vanwege de coronamaatregelen is het verstandiger om binnen te blijven. Ik hoop dat het snel over is, maar in ieder geval vandaag, omdat ik binnen moet blijven, heb ik nou Luc weer aan het werk gezet. Want zoals jullie weten, heeft het een paar keer geschommeld tussen de mensen waar ik namelijk een crush op heb. En ik dacht namelijk, weet ik eigenlijk wel veel van deze mensen? Ik heb namelijk aan Luc de opdracht gegeven, maak even een quiz over deze twee personen waar ik op dit moment een crush op heb. Want als je op iemand een crush hebt, is het wel zo handig als je een aantal dingen, best wel veel dingen, over die persoon weet. Namelijk de quiz die ik vandaag ga maken, die gemaakt is door Luc, gaat namelijk over Sterrenkoning en Geraldine Kemper. Van Sterren weet ik net iets meer, denk ik, dan van Geraldine. Maar ik ga het toch zo goed mogelijk proberen te doen. Doe thuis ook gewoon gezellig mee, zonder het op te zoeken. En laat hieronder in de reacties weten hoeveel vragen jij er goed gaat hebben. Laten we beginnen met vraag nummer 1. De eerste vraag is namelijk, in welk jaar heeft Sterren meegedaan aan The Voice Kids? 2017, 2018, 2019 of 2010? Dat is nog niet zo heel lang geleden. Volgens mij was het 2019, dacht ik. 2018, oké. Helaas eentje fout. Ik zat er niet heel ver naast. Maar laten we gewoon doorgaan naar vraag nummer 2. Wat is de woonplaats van Sterren? Is dat Zutphen, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam of Utrecht? Nou, dit weet ik toevallig. Sterren komt namelijk uit Zutphen. Kijk, en die heb ik natuurlijk uiteraard goed. Wat doet Sterren naast zingen nog meer? Acteren, presenteren, acteren en presenteren. Ze doet acteren en presenteren, alle twee nog naast zingen. En YouTube natuurlijk, maar die optie staat er niet tussen. Acteren en presenteren. Ik heb nou al twee vragen goed. Ik had er drie goed kunnen hebben, maar ik zat echt in twijfel. 2018, 2019. Dat was een beetje kiezen welke ik zou kiezen, maar ja, het is 2018. In ieder geval, ik heb twee vragen goed en één vraag fout. In welk jaar heeft Sterren meegedaan aan het Junior Eurovisie Songfestival? Dat is al heel even geleden. In ieder geval de antwoordmogelijkheden zijn eigenlijk 2014, 2015, 2016 en 2017. Dit was namelijk, denk ik, 2014 ga ik voor. 2016, oké, helaas. Weer een vraag fout, maar ik heb ook al twee dagen goed, dus het is een beetje gelijk. In welk koor heeft Sterren gezeten? Dat is namelijk, ja, of Kiss of Kisses. Kisses volgens mij. Kinderen voor kinderen? Nee, toch? In ieder geval, dat gaan we dadelijk even opzoeken, maar volgens mij was het Kisses. Maar Kinderen voor kinderen blijkbaar ook dan, oké. En nou gaan we door naar de vragen over Geraldine. Ja, inderdaad, dit was namelijk de eerste deel van de quiz over Sterren. En sorry Sterren, als je het ziet, dat ik niet alle vragen goed wist te beantwoorden. Ik heb echt mijn best gedaan. De vragen over Geraldine, die krijgen jullie vandaag sowieso nog te zien. Maar dit stukje moest ik even tussendoor opnemen. Namelijk, Sterren, ik hoop dat je de video wel leuk vond. En het lijkt me heel leuk om jou nog steeds een keer te ontmoeten. Dus wil je iets afspreken, stuur me even een DM op Instagram. En je weet, ontmoet ik je dan zo snel mogelijk. Ik ben heel benieuwd hoeveel ik er hier goed van heb. Want hier heb ik iets minder vertrouwen over dan bij Sterren. Maar we gaan het gewoon proberen. In welk jaar heeft Geraldine meegedaan aan Expeditie Robinson? 2013, 2014 of 2015? Dit was in 2015 volgens mij. 2013, oké, jammer. Dit is echt een lievelingsprogramma, maar het maakt even niet uit. Noem twee programma's waar Geraldine in heeft gezeten of nog steeds in zit. Spuiten en slikken. En Geraldine en de vrouwen. En de vrouwen volgens mij. Wat nou op RTL, weet ik veel. Dat heb ik RTL 4 volgens mij. Ja, spuiten en slikken staat dus een sterretje gezocht. Proefkonijnen. Drie op reis. Try before you die. En Geraldine en de vrouwen. Dus deze heb ik ook goed. Twee vragen goed voor Geraldine Kemper. Wat is de bijnaam van Geraldine? Ja, oh.
Ja, deze weet ik echt totaal niet. Ik wist niet eens dat ze een bijnaam had. Maar als ik dan toch een beetje ga nadenken, denk ik omdat ze haar naam meestal afkort. En dat kan je ook zien als een bijnaam. Ga ik namelijk voor de naam Ger. Dus G-E-R. Ja, zie je, Gerry Ger staat hier. Dus daar heb ik ook heel goed drie vragen goed over Geraldine. Ik weet er nu nog best wel veel van. Daar kom ik nu pas achter, maar ja, het gaat best lekker op zich. Op welke datum heeft Geraldine een contract gekregen bij RTL? 1 april 2019, 2 april 2019, 3 april 2019, 4 april 2019 of 5 april 2019? Ik weet niet waar ze eerst bij zat. Blijkbaar niet bij RTL. Anders zou ik deze vraag niet krijgen. Maar in ieder geval, ik denk dan toch. Het klinkt heel onwaarschijnlijk en heel ongeloofwaardig. Maar ik denk toch wel op 1 april 2019. 4 april 2019. Ja, ik had keuzes terecht. Laten we daar maar gewoon even op houden. In welk jaar heeft Geraldine Kemper geposeerd voor de FHM? Het is een tv-programma toch? Of is het een tijdschrift? Ik weet het even niet. In welk jaar? Ja, daar vraag je me nog eens wat. Zonder te lang na te denken ga ik een antwoord geven op deze vraag. Ik zeg namelijk dat Geraldine Kemper voor de FHM heeft geposeerd in het jaar 2015. Nee, 2014. 2009, dat is iets langer geleden. Wat is de tweede naam van Geraldine? Dus volgens mij heeft ze een tweede naam, net zoals ik, Cas, Leon, Segers heet. Heeft zij waarschijnlijk Geraldine Kemper. Wat wil die, als wel puntje, puntje moet staan? Ja, het zou wel redelijk helpen, denk ik. Als ik weet of haar ouders Nederlands zijn, ja of nee. Ja, ik ga zeggen dat de tweede naam van Geraldine, oftewel de doopnaam, of ik wil hoe je het tegenwoordig wil noemen. De tweede naam van Geraldine is namelijk voor mij Laura. Ik ga gewoon heel simpel, hartstikke Nederlands nadenken. Geraldine, Laura, Kemper. Het klinkt voor een meter, ik weet het, maar ik kan even serieus niks anders bedenken. Jane, dus Geraldine Jane Kemper. Oké, dit wist ik echt niet, maar ja, je kan niet alles weten natuurlijk. Dit was namelijk de laatste vraag. Ik vind, ik weet het niet, dat zie ik later wel terug in de edit, maar ik denk namelijk dat de vragen over Geraldine mij beter afgingen dan de vragen van sterren. Terwijl ik dacht dat ik meer wist van sterren, maar in ieder geval, dat was gewoon een domme fout van die... Van dat Voice Kids geval, dat wist ik even niet. Ik zat even nog in een 2019 vibe, laat ik het zo maar even zeggen. Want 2020 is niet het beste jaar waarin jij kan leven. In ieder geval, wat, ik vond het wel leuk om deze quiz te maken. En ik wil vooral weten welke vragen jullie namelijk goed hadden van deze quiz. Laat het hieronder weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Doe het wel eerlijk, dus mensen die sowieso nou 10 van de 10 hebben neergezet. Ja, of ik dat moet geloven, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, ik ben heel benieuwd welke vragen jullie ook moeilijk vonden. Laat het vooral weten. En of ik vaker quizzen moet doen. En zo ja, van welk onderwerp moet ik dan een quiz gaan laten maken door iemand. In ieder geval, vond je deze video leuk? Doe het zoveel mogelijk. Duimpje omhoog op deze video. Dat de hoogte blijft van mijn nieuwste video's. En zeker weten, niks missen. Klik dan op abonneren. Ik zeg nu bedankt voor het kijken. En later.